VHP-parlementariër Mahinder Joggi is geen ministerskandidaat bij de komende wisseling van ministers. Echter is het onduidelijk of zijn collega Reshma Mangre wel beschikbaar is voor deze functie. De regering heeft gisteren uiteindelijk zelf bevestigd dat de reshuffling aanstaande dinsdag een feit zal zijn. Joggi benadrukt dat hij als volksvertegenwoordiger is gekozen en die functie zal blijven bekleden. Ik ben geen ministerskandidaat, ik wil niet. Bij de kandidaatstelling in 2020 heb ik duidelijk aangegeven dat ik als parlementariër, wanneer ik gekozen ben vanuit het parlement, mijn bijdrage zal leveren. En ik ben nog steeds bij mijn standpunt dat ik vanuit het parlement mijn bijdrage ga leveren. Ik ben standvastig wat dat betreft. Daarentegen wil parlementariër Mangre zich voor nu niet uitlaten over het invullen van een mogelijke vrijgekomen ministerspositie. Dat laat ik over aan de top van de leiding. Als dat zo is, dan zal u dat horen. Maar u wil zich niet uitlaten daarover? Nee, tot nu toe niet. De reshuffling is in handen van de leiding van het land. En als dat zover is, dan zult u dat horen. Maar bent u wel bereid de krachten te geven als minister? Ik wil me onthouden van commentaar voor dit moment. Bij de samenstelling van de regering was er voorgesteld dat na 2 jaar regering een evaluatie zou volgen en de kans op reshuffling een feit kon worden.